Goedemorgen, we staan hier in het Trefpunt in Maden. Het is een beetje een kille zaterdagochtend, net voordat de zomertijd ingaat. En ik sta hier te midden van drie mooie dames. Ja, en deze drie dames die vormen de drijvende krachten binnen het bestuur van de Sarah-stichting. En We willen natuurlijk graag weten wie ze zijn en wat ze doen. Nou, ik ben Carla Teuns en ik ben voorzitter van de Sara-stichting. Heel goed. Ik ben Monique Verwijmeren en ik ben van de sponsoring. Jij zorgt dus voor de centjes? Ja. Ik ben Nederlander de Keizer en ik hou me bezig met de administratie. En jij legt dus alles vast in de boeken. Heel belangrijk, denk ik. Ja. Nou, na dit korte voorstelrondje ben ik eigenlijk benieuwd naar die Saradag. Want ik weet dat dat een hele tijd geleden is dat die ooit begonnen is. Wanneer is nou die Saradag begonnen hier op de Mei? Nou, de Saradag is begonnen in 1987. Uh, is heel lang door hetzelfde bestuur uh, geregeerd, zal ik maar zeggen. Elke keer ja. kwamen er een paar weer erbij, er gingen een paar af, maar de vaste kern was best wel uh, gelijk. Nou werden die dames natuurlijk op een gegeven moment ook allemaal wat ouder. In 2019 waren er nog maar een paar over. En ook de deelnemers liepen terug. Toen is het een jaar stilgezet omdat er eigenlijk te weinig aanmeldingen waren. En daarna kwam de coronatijd. Dus toen is het eigenlijk helemaal in het klad gekomen. En uh, de twee dames die nog overgebleven waren, die hebben toen besloten om te gaan stoppen omdat er geen opvolging was. En wij hoorden daarvan. En we dachten: nou, dit is wel heel jammer, zo'n traditie die al zoveel jaar bestaat, daar moeten we iets mee. En ja. uh, dat hebben we toen geprobeerd op te gaan pakken. Mooi, en jullie zeggen wij hoorden daarvan. Hadden jullie daarvoor dan al een relatie met elkaar dat je zegt van. jullie kenden elkaar via een andere vereniging. of je woonde bij elkaar in de straat, je weet maar nooit. Hoe kennen jullie elkaar dan? Dat je dan, ze, jullie met z'n drie elkaar zo vinden voor een nieuwe stichting. Carla en ik wonen bij elkaar in de straat. En uh, ik had zelf op de Bruiloft van Carla. ben ik aangesproken door een van de oudere bestuursleden. van goh, we zoeken nog vervanging. Onder het mond van, nou ik ga nog wel een keertje kijken. ...ja, maanden verder en het, ondertussen gingen we daar alweer naar de wintertijd... Mm -hmm. uh, ...zag ik het berichtje op Facebook dat de dames gestopt waren. En toen zijn we contact gaan zoeken met het oudere bestuur... ...en toen zijn Carla en ik daar een praatje gaan maken van... ...goh, wat houdt het in en ja, omdat we ook wel wilden weten natuurlijk... ...als je eraan begint, dan wil je het goed doen. En uh, ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen... ...dat Carla en ik zoiets hadden van, nou, we gaan ermee starten... ...maar we hadden wel al heel snel zoiets met z'n tweetjes... Uh, ...ja, gaan we dat niet doen... En toen hebben we uiteindelijk uh, ja, Monique erbij gevonden, want Carla en Monique die konden elkaar ook al. Dus zodoende zijn wij uh, met z'n drietjes uh, aan de Saradag uh, voor 2023 begonnen. Ja, en het feit dat, je, dat jij dan de administratie doet en hier iemand de sponsoring en aan deze kant de voorzittersrol, dat heeft ook te maken met jullie eigen specialiteiten, denk ik. Ja, inderdaad. Ja. Is het dan moeilijk om bedrijven te benaderen en ervoor te zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om zo'n organisatie op poten te zetten? Daar gaat aardig wat tijd in zitten en ja, moed <laughs> om de mensen toe te spreken. Ja. Ja. Uh, en dat is gelukt voor dit jaar? Uh, er mogen nog best wel wat sponsoringen bij. Ja, ja dat zou wel fijn zijn. Laten we beginnen met, wanneer is nou die Sarah-dag 2023? Die gaat uh, gebeuren op 15 april. Dus nog een paar weken. Dus jullie zijn volop bezig met de voorbereiding? En, uh, we zijn volop bezig, ja. Ja, ja, laatste loodjes wegen het zwaar, zeggen ze, maar dat, uh, het is echt wel heel druk nog. En, wat, en kun je dan wat in detail opgaan? Wat gaan die mensen nou meemaken op die dag? Hele leuke dingen. <laughs> <laughs> het staat ook al op de site, we hebben leuke workshops en uh, ja, gewoon een hele gave feestavond voor de dames. Dus het wordt echt heel leuk. En jij bent van de administratie, wat is jullie site dan? Onze site is uh, wwwsara stichtingnl en dan is Sarah S-A-R-A. S-A-R-A, hè? -A, zonder die beroemde H-H. Ja, dan ga ik toch een beetje naar de financiële kant kijken. Moeten mensen daar nou nog iets voor betalen? Ja, het is 80 euro per persoon. En daar zit het eten en zo allemaal bij. De workshops zitten erbij. De drankjes zijn apart. Maar ja, niet iedereen drinkt hetzelfde. Dus de een drinkt minder als de ander. Dus ja. En uh, je, je hebt natuurlijk even kort vooraf het een en het ander doorgenomen. Jullie hadden het over Sarah 1.0 en het schijnt nou Sarah 2.0 te worden. Wat maakt dan het verschil tussen 1.0 en 2.0? De dames van toen, van 50 jaar, dat waren hele andere dames als de dames van nu, van 50. De interesses van mensen zijn veranderd. Uh, mensen zijn tegenwoordig van 50 nog superactief, doen overal aan mee... En wij hadden zoiets, wij moeten ook dat programma wat actiever maken en wat interessanter voor de vijftigers van nu. Ja, nou, zonder heel veel over dat programma kwijt te raken. Welk onderdeel kijken jullie nou het meest naar uit? Het enige waar wij uh, voor staan. En wat we ook echt willen bereiken, is dat die s'avonds dames naar huis gaan die een hele fijne en een gezellige dag hebben gehad. Maar ook heel veel leeftijdsgenoten die ze wellicht al jaren niet meer hebben gezien toch weer hebben gezien en ja, dat gewoon iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Dan hebben wij het ook ontzettend taal zin gehad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zie daar, en dan kijk ik toch even kwijt achter de camera, ik zie daar ook iemand staan. Um, kun jij mij even aangeven, want die wilde daar heel bescheiden achter de camera blijven, maar we roepen hem er maar toch even bij. Waarom vinden jullie het belangrijk dat hij nou toch even erbij komt? Nou, uh, zonder Dylan uh, was denk ik de Zara-dag 2.0 iets anders uh, gestart. Hij heeft ons ontzettend bijgestaan in het begin sowieso en nu nog steeds met zijn superleuke ideeën en zijn enthousiasme. En eigenlijk uh, is Dylan onze vierde Sarah, maar dan in een jongensvorm zou ik maar zeggen. Nou, dan zou ik zeggen Dylan, kom er even bij. Kom er even bij, maak ik voor jou plaats. We schuiven even op, zo, dan kom je aan deze kant. Uh, ik hoor van jou, van de voorzitter van deze mooie club, dat jij de goede ideeën inbrengt. Ik denk mee waar ik kan en uh, iedereen heeft andere ideeën en, en visies. En uh, ik denk dat ik daar mijn eigen ideeën over heb, maar ook de Sarah's. En dat dat een hele goede aanvulling tot elkaar is. En, en hebben die ideeën te maken met de organisatie? Of hebben die ideeën juist te maken met een horeca-insteek die jij wellicht beter hebt dan de rest? Ik denk dat het een bredere visie van alles is: dat we elkaar echt kunnen ondersteunen in. in Allerlei aspecten. Dus niet alleen uh, de horeca of het culinair, maar ook uh, de, de workshops of andere uh, ideeën die we aan kunnen dragen om die dag uh, voor alle Sarah zo leuk mogelijk te maken. Nou, dus, uh, dan, dan is er een synergie tussen, uh, tussen jullie en z'n vieren en dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja, zeker. Ik uh, ben blij dat er een nieuw bestuur is opgetreden en uh, ze gaan er voor 150% tegenaan en dat, dat enthousiasmeert mij juist ook enorm. En zien we jou dan over een aantal jaren nog terug op de Abrahamdag ergens? Ik hoop dat dat nog even duurt. <laughs> ja, Daar ga ik vanuit dat het nog een tijdje zal duren. Ja, je, je merkt, het zijn die enthousiaste mensen die hier toch de schouwers weer onder de Sarah-dag hebben gezet. Ik denk dat het een hele goede zaak is dat dit soort initiatieven op de mei blijft. Um, maakt mij nog één ding nieuwsgierig. Ik ben op zoek geweest in de mei, achter de kerk gezocht, achter de maaiboom gezocht. Oh, in de kerkstraat gezocht. Ik kan nergens de Sarah beeld meer vinden. En uh, Ik heb begrepen dat jullie weten waar het staat. Wij weten waar het staat. Het staat uh, als je voor het gemeentehuis staat aan de linkerkant van het gemeentehuis in het park. En Sarah krijgt op die dag nog een bezoekje. Neem ik aan. Jazeker. Dan gaan we met alle Sarah's nog even een kijkje nemen. En, en ik wens jullie heel veel succes bij het verder opzetten van de sara dag en het beleven van die Saradag. en ik wens alle deelnemers heel veel plezier en laten we vooropstellen dremmelen is er dan ook weer bij. Dankjewel.